him for who he is. Maar het is van belang om aan te spreken voor wie hij is. Just as it is important to address Christ for who he is. Net als het belang is om Christus aan te spreken zoals hij is. Is somebody here with me tonight? Wil iemand mij vanavond? So the Spirit of God operates as the Spirit of holy prophecy. Dus de geest van God opereert als de geest van de heilige profetie. Is somebody following what God is saying tonight? Volg iemand wat God vanavond aan het zeggen? The Spirit of God operates as the Spirit of holy prophecy. De geest van God opereert als de geest van de heilige profetie. And this Holy Spirit. En deze heilige geest. Gives us divine insight. Geeft ons goddelijke inzichten. The Spirit of God gives us divine knowledge. De geest van God geeft ons goddelijke kennis. Which is legal. Wat legaal is. Somebody say legal. Zeg iemand legaal. And the spirit of Satan. En de geest van Satan. Operates in the spirit of divination. Opereert in de geest van waarzeggerij. Which is illegal. Wat eigenlijk illegaal is. And also forbidden. Maar ook verboden. Because you have to see in the realm of the spirit. Want je moet zitten in de realm van de geest. In the place where divine knowledge is kept. In de plaats waar goddelijke kennis bewaard wordt. It is as a warehouse. Dit is als een warenhuis. And in that house, en in dat huis, you have all different kinds of classified information. Je hebt heel veel verschillende klassificaties van informatie. Every warehouse. Iedere warenhuis has a door. Heeft een deur. Every warehouse. Iedere warenhuis has a window. Heeft een raam. And if you know about warehouses and have important things. En als je kennis hebt van de warenhuizen die belangrijke dingen bevatten. They are very protected and secure. Ze zijn erg beschermd. Is somebody with me tonight? Iemand met mij vanavond. And when you know every warehouse. Maar wanneer je weet ieder warenhuis. There is always a legal person. Er is altijd een legaal persoon. Who takes care of the things. Die waakt over de dingen. There is always an appointed legal person. Er is altijd een aangewezen legaal persoon. Who is the gatekeeper. Die de poortwachter is. Every legal person who wants to go into a warehouse. Ieder legaal persoon die een warenhuis binnen wil gaan. Needs to pass through. Moet door. The legal entrance. Door de legale intree gaan. Is somebody here with me tonight? Iemand met mij vanavond. But it is not so with the faith. Maar zo is het niet met de lief. It is in the spiritual. Het is in de geestelijke. And also in the natural. Maar ook in de natuurlijke. That the thief is known to always use the illegal entrance. Dat de dief altijd de illegale toegang. And this is because the thief does not want to be caught. En dit is omdat de dief niet gepakt wil worden. The thief will often come at night. De dief komt meestal 's nachts. And the thief will always find an alternative way to come into the warehouse. En de dief vindt altijd een alternatieve weg om toch de warenhuis binnen te dringen. The thief always comes to take what does not belong to him. De dief komt altijd om te nemen wat hem niet toebehoort. That's why he will always come in a kind of hidden way. Vandaar die altijd komt in een soort verborgen manier. Is somebody with me tonight? Yeah. Met mij. Like in the Bible says. Zoals in de Bijbel staat. In the book of John chapter 10 verse 1 to 3. In Johannes hoofdstuk 10, 1 tot 3. We are not going to go there. We gaan er niet naartoe. The Bible talks about the legal entrance of a gate. De Bijbel spreekt over legale toegang tot de poort. And Jesus is that way that we have to go through God. En Jezus is de weg om naar God toe te gaan. He is the legal way to the all the treasures of the kingdom of God. Hij is de legale weg naar alle schatten van de koninkrijk van God. Jesus also is the legal gatekeeper. En Jezus is ook de legale poortwachter. Of the things of God. Van de dingen van God. And the Holy Spirit is the helper. En de Heilige Geest is de helper. The one who is submitted to our Master Jesus Christ. De ene die onderworpen is aan onze Meester Heer Jezus Christus. And in the book of John 10, 1 and 3. En de boek Johannes 10, 1 en 3. The Bible makes us to understand that. De Bijbel laat ons weten dat. That the thief will always pass through the fence. Dat de dief altijd komt over het hek. The thief will never go through the legal door. De dief komt nooit door de legale deur. So that's how you understand who is the thief. Dus zo begrijpen wie de dief is. And you have to understand something. En je moet één ding begrijpen. A thief will go and steal something from the warehouse. Een dief zal gaan en iets stelen van het warenhuis. It doesn't reduce the quality or the value of the thing. Daardoor wordt de kwaliteit of de maar de waarde wordt daar niet door minder. It does not change the characteristics of the thing. Het verandert de karakteristiek van het onderwerp. Can I give you an example? Zal ik een voorbeeld geven? A magnet
strong will be a magnetron whether you steal it or not. Een magnetron blijft een magnetron of je steelt of niet. It doesn't matter whether the person is a thief who got the magnetron from the warehouse. Maar dat het een dief is die het magnetron uit de warehouse heeft. The magnetron will not change from being a magnetron. De magnetron verandert daardoor niet om een magnetron te zijn. The magnetron will still function as a magnetron. De magnetron functioneert nog steeds als een magnetron. Regardless whether you steal it or you bought it. Ongeacht of het gestolen is. Talking to somebody tonight. Yeah. You have to know that I'm not just saying this. Je moet weten, ik zeg het zomaar. Because I want to reveal something to you. Wil iets openbaren vanavond. Is somebody being blessed tonight? Ja, iemand gezegend vanavond. So the substance remains the same. Dus de substantie blijft hetzelfde. But the way of getting it. Maar de manier hoe ze eraan komen. It is what confirms or condemns the person. Dat is wat de persoon bevestig of aanklaagt. You understand? Begrijpt u? The substance will always remain the same. De substantie blijft hetzelfde. The treasure will always remain the same. De schat blijft hetzelfde. Are you with me? Bent u met mij? But there's one thing that changes. Maar er is één ding wat de zaak verandert. Is the value. Het is de waarde. Or the condemnation of the thing of the or the person. De waarde van de berechtstelling van de persoon of het onderwerp. Will only change. Verandert alleen. Based on did they buy it legally? Gebaseerd op het legaal gekocht. Or did they steal it? Of hebben ze het gestolen? Hello. Hallo. Is somebody with me? Is iemand met mij? And that is the problem we are facing now. En dat is het probleem wat we nou onder ogen hebben, wat we te maken mee hebben. When it comes to prophecy. Wanneer het komt op profetie. Either it comes by the prophetic spirit of God. Of het komt door de profetische geest van God. Which is the Holy Spirit. Die de Heilige Geest is. And it can also come through divination. Maar het kan ook nogmaals komen door waarzeggerij. Is somebody with me? Iemand met mij. This has to do with the characteristics. Dit heeft te maken met de karakteristieken. You have to watch this. Je moet ervoor opletten. There is a problem. Er is een probleem. Because everybody can speak things. Want iedereen kan dingen spreken. Everybody can predict things. Iedereen kan iets voorspellen. Everybody can get divine insight. Iedereen kan goddelijke inzicht krijgen. Everybody can get divine knowledge. Iedereen kan goddelijke kennis krijgen. They all come from the storehouse. Ze komen allemaal uit het ware huis. But now there is a problem. Maar nu is er een probleem. Everybody can go into the storehouse. Iedereen kan het ware huis ingaan. And get the treasure. En het schat pakken. But not everybody is legal. Maar niet iedereen is legaal. Amen. Is somebody with me? Is iemand met mij? But everybody gets it through the legal way. Niet iedereen krijgt het door een legaal so manier. That's the problem we are facing with the body of Christ. Dus dat is het probleem wat we te maken mee hebben in het lichaam van Christus. That's the problem we are facing with the prophetic. Dat is het probleem met de profetische. Because both prophecy from the spirit of God. Want beide profetie komen van de geest van God. And that of divination. En zo die van de geest van God en die van de waarzeggerij. They all give you divine insight. Geven ze u goddelijke inzicht. They all tell you something that only the mighty one can reveal to you. Ze zeggen allemaal iets wat alleen van de heilige kan komen. So it makes it very tricky. Dus dat maakt een beetje tricky. But talk to your neighbor and say the devil is a liar. Zeg tegen je buur, de duivel is een leugenaar. Come on, tell them. The God is a living God. Hallelujah. Hallelujah. So if you don't have discernment. Dus als u geen onderscheiding heeft. If you don't understand the things of God. Als u de dingen van God niet goed begrijpt. You can easily be tricked. Kunt u snel voor gek gehouden worden. You can easily call everybody a prophet. Dan kunt u heel gemakkelijk tegen iedereen zeggen, je bent profeet. You can call everything the prophetic. Je kunt alles noemen de profetische. But how many of you know that there is a devil? Maar hoeveel van jullie weten er is een duivel? You will always want to copy that which is legal of God. Dat je altijd de dingen van God wil kopiëren. And use it illegally. En het illegaal gaan gebruiken. Talk to your neighbor and say we're going to kill that devil tonight. Hallelujah. Hallelujah. Come on, put your hands together for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Without the Spirit of God, zonder de geest van God, it is very hard to understand. Is het erg moeilijk om te begrijpen that there is a thin line. Dat er een dunne lijn is. I've never seen a line so thin. Ik heb nooit een lijn zo dun between the spirit of prophecy tussen de geest van profetie and
the spirit of divination. Aan de geest van waarzeggerij. They almost look the same. Ze lijken bijna identiek op elkaar. Because of certain characteristics. Vanwege bepaalde karakteristieken. But there is one thing that divination lack. Maar er is één ding waar wat it doesn't have the peace of God around it. Wat ontbreekt bij waarzeggerij heeft de vrede van God. It doesn't have the holiness of God around it. Het heeft de heiligheid van God niet om het heen. It doesn't have the purity of God around it. Because the devil can copy whatever he wants. But I want to understand that. Maar u moet begrijpen dat. There is something the devil cannot copy. And that is the peace of God. The shalom of God cannot be copied. So you need to understand what the word is coming to you. You need to test it by the spirit it leaves you. After it has been released to you, come on, put your hands together for Jesus. Hallelujah! Thank you, Holy Ghost. Dank u wel, Heilige Geest. Go with me quickly. Ga snel met mij naar. To the book of Acts 16. Naar Handelingen 16. Let's read it together. Laten we samen lezen. Handelingen 16. From verse 16. Vanaf vers 16. Oh, is somebody being blessed tonight? I'm going to post the devil. I'm going to pray against that spirit. We gaan de duivel te trappen vandaag en we gaan de bidden tegen die geest. We are going to start from Acts 16. We beginnen in Handelingen 16. And verse 16. Vers 16. It said, now it happened as we went to prayer. Somebody say prayer. That a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her master much profit by telling fortune. This girl followed Paul and us, handling and zesting for that verse 16. Amen. Yeah. This girl followed Paul and us and cried out, saying, these men are the servants of the Most High God. Divine information. Yes. Divine knowledge from a girl with the spirit of divination. Is somebody with me? Amen. She was telling the truth. She said, I am the man of the Most High God who proclaimed to us the way of salvation. Yes. And this she did for many days. Yes. But Paul, thank God for the apostles. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very hour. Somebody said that very hour. Hallelujah. Verse 19. But when the masters, her masters, saw that it's the masters, it means there were multitude of spirit and stronghold holding this girl. Er staat meesters, dat betekent dat er meerdere geesten in het meisje vasthield. I'm saying this for a reason. Ik zeg dit voor een master. Masters. Zijn niet de meester, maar meesters. Holding a girl with divination. Die de meisje met de voorspelling vasthoudt. Amen. He said, but when her master saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. Amen. Amen. You have to understand something. Je moet dit begrijpen. Paul, the apostle of God. Paul, de apostel van God. He encountered a person with a spirit of divination. Hij kwam een persoon tegen met een geest van waarzeggerij. And this spirit of divination. En deze geest van waarzeggerij. Is also from the spirit of the python. Is ook van de geest van de python. Somebody say python spirit. Iemand python geest. Go with me quickly to Isaiah 27, verse 1. Laat mij open Jesaja 27, vers 1. Hallelujah. Is somebody being blessed tonight? Isaiah 27 verse 1. Isaiah 27 verse 1. If you are there, say hallelujah. Als je daar bent, zeg hallelujah. It says Isaiah 27 verse 1. It says, in that day, the Lord with his sword and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and he shall slay the dragon that is in the sea. Is somebody with me? Yes. You see, now God in the Bible, in Isaiah 27, is exposing this spirit of the python. Amen. You see that God in the book of Isaiah 27, the geest openbaart van de python. God called him in one verse. In één vers zegt God. God called him the serpent.
Hij noemt hem de serpent. God called him Leviathan. God noemt hem Leviathan. Here God is revealing the identity and the stronghold. God openbaart de identiteit en de stronghold. And he's revealing his characteristics. En hij openbaart zijn karakteristieken. God says he's a crooked serpent. God zegt hij is een kronkelende slang. He's full with manipulation. Hij is vol met manipulatie. He's full with split tongue. Hij is vol met gespleten tong. And he also and the Bible says. En de Bijbel zegt that God will slay the dragon. Dat God de draak zal slaan. We are talking about Leviathan, a serpent and a dragon. Een slang en een draak. And in the book of Acts. En het boek van Handelingen. The Bible says her masters confronted Paul. Zegt het boek haar meesters confronteerden Paul. It was not one spirit. Het was niet één geest. It was not one power. Het was niet één macht. That's how powerful the stronghold of divination is. Zo'n macht is de sterkheid van de. And now God in dezelfde vers. En dezelfde vers zegt God. God is revealing the abiding place of the spirit. God openbaart de plek waar hij denkt. God says the dragon that lives in the sea. God zegt de draak in de zee woont. And this is telling you about the marine kingdom. En dit spreekt over de marine kingdom. And the marine kingdom is one of the strongest kingdoms that exists in the rest of the spirit. En de marine kingdom is de watergeest. Is anybody with me here tonight? The marine kingdom is so great. De waterkoninkrijk is zo groot. That it was about to swallow up the earth. Dat is zeg maar de aarde wilde opslopen. In Genesis you will see that. In Genesis kan je dat lezen. In Genesis 1 and 9. In Genesis 1 vers 9. I believe when God was speaking against the water to make way. Ik geloof dat toen God sprak tegen het water om ruimte te maken. Because there was no room for land. Omdat er geen ruimte was voor land. There was no crop or anything. Er was geen gewas. Because the water has taken authority over everything. Want de water had autoriteit genomen. So God had to come down with his power. Dus God moest met zijn macht komen. En begonnen om schijn te zetten. Because the earth kingdom needed to exist. Want de aarde the kingdom of heaven needed to exist. De koninkrijk van de hemel moest bestaan. Is somebody here with me? The kingdom of the animals couldn't function. De koninkrijk van de dieren kon niet bestaan. The marine kingdom. De waterkoninkrijk. So when you are dealing with the marine kingdom. Met de waterkoninkrijk. You need to know that greater is he that is in you. Than he that is in the world. En hij in de wereld is. That's what Paul was encountering. Maar nu in Isaiah 7, God is telling you the weapons that are meant to destroy the spirit. Dat God je de wapens gemaakt heeft om deze geest te verslaan. Because if you understand warfare, want als je warfare begrijpt, you have to know that with every power, moet je begrijpen met iedere macht, there is a weapon. Er is een wapen. And the weapon of our warfare, the Anokana, en de wapen van ons veld, but the Almighty through God, maar macht op in the pulling down of strongholds. The Bible says. This is the sword that is going to destroy the spirit. Dit is de zwaard die geest laat verslaan. The sword sword. The sword sword. The great sword. De grote zwaard. The strong sword. De sterke zwaard. And God is going to use it to destroy the spirit. God gaat gebruiken om het te verslaan. And how many of you know that? En hoeveel van jullie weten dat? The word of the Lord is a two-edged sword. Because God says in Jeremiah. Want God zegt in Jeremiah. It's not my word like fire. Maar God is vuur. It's not my word like that destroys a rock into pieces. If you feel this power in the word of God, I want you to set your hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. I'm telling you, we are going somewhere. Principalities and powers are coming down. You are living this place as a new person. Is somebody be blessed? You see, Paul was an apostle. The apostle of God. An apostle for God. And the apostles are released into territories. And the apostles are released into the territories. Just like evangelists. They are released into territories. So and in every territory, you have to understand there is a territorial power. As a territorial power. That's you.
Jesus. Dank u, Jezus. That's why prayer is so important. You cannot be a man of God without prayer. You cannot be a woman of God without prayer. You just spend lesser time in a place of prayer. And you cannot be a man without the Word. Because it is the Word that gives us power. And the Holy Ghost gives power to the Word. Before the Holy Ghost, before the Word can move, you have to release the Spirit of the Lord. Somebody said, thank you, Jesus. The Spirit began to trouble him. You have to understand one thing as well. The Spirit of divination is a nagging spirit. It's a spirit of distraction. He was going after the men of God. He was disturbing them with this foolish prophecy. Not every prophecy deserves your attention. Sometimes you need to rebuke that thing. When you go to the toilet, those are the prophets who come to the bathroom and they say, I see something about your life. Why did you tell me in the church? Why did you tell me next to the man of God? Because prophecies need to be tested. They need to be checked. Why are you coming over the fence to the bathroom? To give me a prophecy. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Divination spirit. Geef van waarzeggerij. They are stalkers. Zijn stalkers. They stalk you with the word. Ze stalk je met het woord. I have a dream. Ik heb een droom. And they torment you with what they want to say. En ze maken je bijna gek. They have no respect for protocol. Ze hebben geen respect voor protocol. Because they need to say what they want to say. Ze willen zeggen wat ze moeten zeggen. God is going to destroy that spirit tonight. Maar God van de geest is going to destroy that spirit tonight. If I be a woman of God. Jezus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus asked a question. Jezus stelde een vraag. He said, hij zei, who can go into a house of a strong man? Wie kan de huis van een sterke man binnengaan? And take the plunder. En het plunder meenemen. Or take the goods of the strong man. Of de goederen van een sterke man meenemen. Without first binding the strong man. Zonder eerst een sterke man te binden. Then we are binding the strong man. Vandaag zou je sterke man binden. To rule and have dominion over a region. Om te regeren en heerschappij te hebben over een regio. You must first bind the strong man. Moet je eerst een sterke man binden. If you intend to set the captive free. Als je van plan bent om de gevangenen vrij te zetten. In a particular place. In dat bepaalde plaats. You must first bind the strong man. Moet je eerst een sterke man binden. Apostle Paul was a man of prayer. 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 Apostle Paul was a man of prayer, praise and worship. Apostle Paul was a man of prayer. When you are a person sent by God, you have to understand something. When they caught him in the book of Acts 16, in book van Handelingen 16, the Bible said they put him in chains. They chained his legs. They put him in prison. They chained the prison doors. But I love Apostle Paul. Because he was a man of prayer. He was a man of worship. He was a man of praise. You have to understand when you are called by God. God may give you your own weapons. And you need to know your own weapons. Paul understood his weapons. The weapons of his warfare. They were in his prayer. They were in his praise. They were in his worship. When they put the apostle of God in chains, he did not fight the people. But the Bible says, in the midnight hour, Paul began to pray. Paul began to preach. Paul began to worship. Because
because when you begin to worship God, when you begin to pray in the place of bondage, the Bible says that there was a mighty earthquake. The foundations of the bondage, the foundation begin to shake. I see the shaking coming in your life. God was revealing to Paul. God openbaarde aan Paulus the stronghold of that city. The sterke hold van die stad. The strong man in this was the Python spirit. De sterke man in deze was de Pythongeest. By the manifestation of one girl. De manifestatie van één meisje. God was revealing to the man of God. God openbaarde aan de man van God. The stronghold in that city. De sterke burg in die stad. And that strong man was a python spirit. En die sterke man was een pythongeest. And from him. En van hem. Comes the spirit of divination. Kwam de geest van waarzeggerij. Operating in a person. Opereren in een persoon. So if you are to be effective in the dealing with the spirit of divination. Dus als u effectief kunt zijn met het dealen met de geest van waarzeggerij. You cannot forget to bind the strong man. Mag je nooit te nemen vergeten de sterke man te binden. Who is the spirit of the python? Wie de geest is van de python. You must bind him and cast him out. Je moet hem binden en hem uitwerpen. Not only from the person operating in it. Niet alleen van de persoon waardoor hij werkt. But you must also remember. Maar je moet ook onthouden. That if it is in a person in a particular city. Dat als hij in een persoon is in een bepaalde stad. Or a particular church. Of een bepaalde kerk. It means that. Betekent dat. It has a strong man. Hij is een sterke man. Ruling somewhere. In the city. Regerende ergens in die stad. Is somebody with me? Is iemand met mij? Let me give you a practical example. Ik zal een voorbeeld geven. It's like when you go somewhere. Als u ergens naartoe gaat. And you see prostitutes. En u ziet prostituees. And you go and you deliver all the prostitutes. En u zult bijvoorbeeld gaan en u zult ze allemaal vrijzetten. Alle prostituees vrijzetten. The fact that there are prostitutes in the city. Het feit dat prostituees in die stad zijn. Is a sign that. Is een teken dat. There is a legion of pimps. Dat er een legioenen zijn van pooiers. Somewhere. Ergens. And the pimps are now the strong man. En die pooiers, dat hen zijn nu de sterke man. If you deliver all the prostitutes. Als je al die prostituees vrijzet. And you are happy that the streets are clean. En je bent blij dat de straat zijn nou schoon. And you forget to deal with the pimps. En je vergeet te dealen met de pooiers. When you come back next week. Wanneer de volgende week terugkomt. You're going to see more prostitutes. Je zult weer meer prostituees zien. Because the storehouse of the prostitutes. Want de waarheid van de prostituees is hidden in the ability and the power of the pimps. Is verborgen in de mogelijkheden en de macht van de pooiers. The pimps are the ones who grow up the prostitutes. De pooiers zijn degene die prostituees opricht. And they hide behind. En zij verbergen zich. And they send them in front. En ze sturen hen naar voren. So going back to the spiritual. Dus terug naar het geestelijke. When you see one spirit somewhere. Wanneer u één geest ergens ziet. You deal with that one spirit, that one person. U deelt met de ene geest, de ene persoon. It's just the one single agent. Is maar één persoon. Of all the legions. Van hele legioen. Of the power of that spirit. Van de macht van die geest. Still hiding somewhere. Die zit ergens verbergen. As long as the strong man exists. Zolang die sterke man bestaat. There will still relaunch a new spirit. Zullen ze weer geen meer geest uitsturen. There will still relaunch a new legend. An agent. Ze zullen meer agentschappen uitsturen. Is somebody with me? Is iemand met mij?
So the person operates with divination. Dus de persoon opereert met waarzeggerij. Is just one a person. Is maar gewoon één persoon. Released by the Python spirit. Vrijgezet door de Python geest. Geest van Python. There are churches dominated by the Python spirit. Er zijn kerken die gedomineerd worden door de Python geest. And you will see the members operating in divination. En u ziet dat de leden opereren in de geest van waarzeggerij. And because we don't have discernment. En omdat we geen onderscheiding hebben. We call it they are a prophetic. Dan kunnen we ook zo zijn een profetische bediening. Zij is zo profetisch. Zij is zo profetisch. Hij is zo profetisch. Maar het is waarzeggerij. And because we are here to receive the true prophetic spirit. En omdat we hier vandaag om de ware profetische geest te ontvangen. If we don't empty ourselves, als we onszelf niet leeg maken, we will never be able to receive what God is wanting to pour for us to be pure. Zullen we nooit kunnen ontvangen wat God ons geeft om puur te zijn. Why I was preparing the word. Toen ik hem voorbereid was op dit woord. God told me to share this. God zei tot mij, deel dit. Because a lot of people, even you here. Want veel mensen ook jullie hier. I still deal with that spirit. Heeft nog steeds te maken met die geest. And until we did and take it away. En totdat wij ermee dealen en het weghalen. We never operate in the fullness of the purity. Kunnen we nooit opereren in de volheid van de puurheid. Of what we are receiving here. Van wat we hier aan ontvangen zijn. Is somebody with me? Is iemand met mij vanavond? Come on, clap for Jesus. Applaudisseer voor Jezus. So now we are going to pray. Nu gaan we bidden. What God has just revealed to us. Wat God net aan ons heeft geleerd, openbaard. Is that you learn to understand how the spiritual world works. Is dat dat je leert te begrijpen hoe de geestelijke wereld werkt met deze dingen. There is an impartation going on right now. Als een impartatie nu op dit moment gaande. You are receiving the spirit of discernment. Je bent nu de geest van onderscheiding aan het ontvangen. From today you will never be deceived again. Vanaf vandaag wil je nooit meer bedrogen. You will know which is of God and which is not of God. U zult weten wat van God is en wat niet van God is. I just felt that realm open. Ik voelde dat het open is. The realm of the spirit of God of discernment. De realm van de geest van God van onderscheiding. You will know what is of God and what is not of God. U zult weten wat van God is en wat niet van God is. Jesus said to his disciples. Jezus zei tot zijn discipelen. In John chapter 15. In Johannes hoofdstuk 15. He said, "You have been cleansed." En u bent gereinigd. By the words I've spoken. Door het woord dat ik over u heb gesproken. Isn't our God a wonderful God? Is onze God niet wonderbaar? That by His word. Dat door zijn woord. You have been cleansed. U gereinigd bent. Let's stand up now and say, Lord, my God. Laten we opstaan en God mijn woord. I open myself for Your Spirit. Come on, begin to pray right now. Begin to bidden. Begin to pray. Come on, lift up your voice. Begin to bidden. Heb je stem op? Turn the music on for 1 minute. Turn the music on for 1 minute. Come on, pray and say, God, empty me. Bid en zeg, God, maak mij leeg. Father God, empty me. Father God, maak mij leeg. Empty me of everything that is not of you. Maak mij leeg van alles wat niet van U is, Vader. Empty me of everything that is not of you. Maak mij leeg van alles wat. Come on, somebody pray in the house of the Lord. Oh, iemand bid in de huis van de Heer. Ask God to empty you tonight. Ask God to destroy any spirit that is not of Him. Come on, be serious with yourself tonight. Be serious with yourself tonight. Begin to reject anything that is not of God. Begin to reject the power of Satan over your life. Come on, lift up the music in this place. Hallelujah. Jesus, come and pray. It's
Deliver us, O God, from the spirit of the fight, God. We rebuke you in the name of Jesus. We empty ourselves tonight from anything that is not of God. Spirit of divination, even Lord God, power, we cut your neck, we break your neck, we rebuke you. We call for purification. Father, purify our church from the spirit of divination. We cast you out of our life. Spirit of divination. We cast you out in the name of Jesus. I cast you out from the life of that people of God. I command you to leave. I command you to leave. Spirit of divination. Spirit of Python.
Hallelujah.